Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op dit moment trekt er behoorlijk veel bewolking over het land. En met name in het zuiden en oosten kan her en der ook wat lichte regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden, maar het zorgt toch voor een vrij grijs begin van de dag. Overwege de ochtend is het een graad of 15, maar vanmiddag dan gaat de zon vaker doorbreken. En dan wordt het 21 graden in het westen, tot 25 graden lokaal in het zuidoosten van het land. En dat alles bij een matige wind uit zuidelijke richting. Vanavond wordt de lucht onstabiel, er komt meer bewolking en aan het einde van de avond en in de nacht naar zaterdag trekken er een aantal flinke buien over het land, met name in de oostelijke helft kan daarbij onweer voorkomen en lokaal ook veel regen. Ook morgenochtend hebben we nog te maken met een aantal buien, maar die trekken dan geleidelijk aan weg en dan morgenmiddag breekt de zon flink door. Het wordt 19 tot 22 graden bij een matige westelijke wind. Op zondag is ook nog kans op een enkele bui, maar op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt 18 tot 21 graden bij geregeld zon. Op maandag en dinsdag schijnt de zon ook geregeld en blijft het droog. De temperatuur gaat dan verder omhoog naar zomerswaarde vanaf de dinsdag. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.